Als ontwikkelende bouwer ontwerpen wij gebouwen, maar ook installaties. De laatste jaren zijn die installaties steeds meer voorzien van sensoren, waardoor we kunnen meten hoe die installatie presteert. Het hebben van die data is erg interessant voor ons. In de eerste plaats vanuit goed werkgeverschap vinden wij. Want een werknemer die moet goed in zijn vel zitten, want een werknemer die goed in zijn vel zit, presteert goed. De Digital Twin is het optimaal samenspel tussen de virtuele wereld, oftewel het BIM-model, en de fysieke wereld, dus data van sensoren en installaties. Het is een krachtige omgeving voor het analyseren van het werkelijk gebruik van het gebouw en de geleverde prestaties van de technische installaties. Hiermee anticiperen we op de wensen van de gebouwgebruikers, bijvoorbeeld werkplekbezetting, temperatuur en verlichting, en sturen de installaties aan waar nodig. Dura Vermeer zet zich al jaren in op het gebied van digitaal bouwen. En met Digital Twin gaan wij gebouwen tot leven maken. En dat doen we aan de hand van sensordata. Dus we hebben hier in het kantoorpand hier in Hengelo hebben de tweede verdieping uitgerust met sensoren. En die sensoren die genereren allemaal data. Waardoor we echt kunnen kijken ja, hoe dat gebouw reageert. Nou, adviserend is DWA daarbij betrokken. Catacombany, de sensoren, maar ook het BIM gedeelte en het Digital Twin gedeelte. En Healthy Workers voor de zachte kant. Catacombany heeft het Dura Vermeer kantoor voorzien van IoT-sensoren. Dat zijn sensoren die de luchtkwaliteit registreren. Geluid, CO2-waardes, temperatuur, maar ook de aanwezigheid van mensen. Op het Building 360-platform koppelen we die data uit die sensoren aan de virtuele BIM-wereld. Zo maken we inzichtelijk hoe de temperatuur is, hoe de kwaliteit ervoor staat en maken we de verbinding tussen de BIM-wereld en de echte wereld. Met dit platform zorgen we voor een virtuele representatie van ons fysieke gebouw. En door die gezamenlijke data te hebben, zijn wij in staat gebouwen te ontwerpen die exact passen bij de wens van onze klanten.